Het is vrijdag en dat betekent de weekafsluiting van het boodschappengeld. Het geld zit nog in mijn portemonnee, dus ik ga het er even uithalen om te kijken hoeveel ik afgelopen week over heb gehouden. En zoals je ziet is dat heel wat, dus dat is alweer een stuk beter dan afgelopen weken toen ik niks overhield. En dan ga ik het even tellen hoeveel dit is. Het is echt heel veel. 20 euro, 2 briefjes van 10 en 5 is 45 euro. En nog 6 euro aan muntjes en 10 cent. 10 cent doe ik altijd in mijn spaarpot. Alles onder de 50 cent gaat in de spaarpot. De maand is nog niet afgelopen en dit was mijn boodschappengeld voor week 4. Dus dat betekent dat ik nu 45 euro terug ga doen in mijn boodschappenmapje, zodat ik nog wat heb voor de rest van de dagen van de maand. En in de komende maand gaat dit geld in boodschappenbuffer. En de 6 euro doe ik dan wel vast in challenges.